Als jongeren vinden wij dat ook heel belangrijk om dat in de praktijk om te zetten. En dus graag zouden we willen weten of u heel veel aandacht geeft aan de mening van jongeren in deze actuele samenleving. Inspraak en participatie zijn heel belangrijk. Niemand zal het tegendeel beweren natuurlijk. Hè. De vraag is hoe je het dan goed organiseert. Trouwens niet alleen voor jongeren, maar eigenlijk voor alle mensen. Hè. Maar wat de jongeren betreft, denk ik dat we vanuit de Vlaamse regering of vanuit het jeugdbeleid op twee manieren dat zo goed mogelijk willen doen. Er is natuurlijk de Vlaamse Jeugdraad, hè, die voor dit jaar voor het eerst rechtstreeks verkozen is. Ik was er zelfs bij in het Atomium als de kandidaten die het gehaald hadden bekendgemaakt werden. Die hebben natuurlijk veel met mij te maken en ik met hen. Dus daar proberen we toch een goede dialoog op te bouwen, zodat zij met hun inspraak en participatie naar mij toe kunnen komen. Soms met dingen die ik verwacht, soms ook met dingen die ik niet verwacht en ja, waar ik wel rekening mee moet houden op een of andere manier. En dan heb je ook op het lokale vlak in de gemeente eigenlijk bijna overal wel een jeugdraad. En dat is ook heel belangrijk. Dat bestaat nu al wel makkelijk 15 jaar of meer. Nu, het hebben van een jeugdraad in een gemeente is niet voldoende. Je kan soms een jeugdraad hebben die bestaat en die twee keer per jaar bijeenkomt, maar waar eigenlijk niet veel mee gebeurt. Dus de kwaliteit van die participatie en de inspraak is natuurlijk nog belangrijk. En nog belangrijker bedoel ik. En dan denk ik dat het zowel aan de jeugdwerkers, aan de jongeren, als aan de lokale politici is, omdat goed te bewaken dat die kwaliteit van de inspraak zo stevig mogelijk is. En kunnen die jongeren dan effectief veranderingen inbrengen op bepaalde mate? Ik denk dat jongeren meer verandering kunnen inbrengen dan ze zelf denken. Op het eerste zicht hebben mensen in het algemeen, jongeren in het bijzonder misschien, het idee van ja, alles wordt toch boven onze hoofden beslist en dus we hebben er niet direct impact op. Dat klopt niet. Politici zijn veel gevoeliger dan je denkt voor inspraak of voor vragen tot inspraak. En als je dat goed aanpakt, soms een beetje beleefd, maar het moet niet altijd te beleefd zijn, met goede argumenten, dan zullen politici naar je luisteren. Of dat nu een lokale schepen van jeugd is, dan wel een minister. En dan kun je toch wel mee een stuk wegen op het beleid. Dus het is zeker mogelijk, daar ben ik echt van overtuigd. Ja, of jongeren op 16 jaar oud wijs genoeg zijn om te stemmen, dat is een goede vraag. Je kunt je dat ook afvragen van mensen die al heel wat ouder zijn natuurlijk. Hè. Om te beginnen vind ik het wel beter mocht het stemrecht dan stemplicht zijn, maar ook daar kun je een heel debat over hebben. Dat zijn we trouwens al lang aan het voeren met pieken en dalen. Als minister staat dat nu niet meteen in een of ander beleidsbrief van mij. Maar als liberaal politicus hebben wij wel in ons partijprogramma dat we het stemrecht vanaf 16 jaar wel mogelijk moeten kunnen maken. En dus wat ik nu bijvoorbeeld wil proberen in de komende maanden, ik heb een burgerkabinet geïnstalleerd. Het is nog niet geïnstalleerd, 150 mensen die met elkaar over een aantal thema's gaan discussiëren en dan 1000 mensen die online daar ook mee interageren. En het zou wel goed zijn mochten we in dat burgerkabinet toch ook enkele min 18-jarigen steken. Dat wil zeggen mensen van 16, 18 jaar. Dus in die zin ben ik van plan om toch ook al een klein beetje de daad bij het woord te voegen. Ik denk wat belangrijker is dan de leeftijd op zich, is dat jongeren, moet ik het zeggen, democratiewijs gemaakt worden. Dat gebeurt op school, dat kan in de jeugdbeweging gebeuren, dat kan thuis gebeuren natuurlijk ook. En als ze eigenlijk weten wat stemmen is, wat je stem toch ook een klein beetje mee kan veranderen en dergelijke meer. Dat is eigenlijk even belangrijk, om niet te zeggen belangrijker dan alleen maar de leeftijd waarop je voor het eerst mag gaan stemmen. Ja, dat komt dan wel heel nauw in verband, dat nog niet zo lang geleden zeggen we op de redactie.be dat jongeren blijkbaar niet zo geïnteresseerd zijn in politiek. Vindt u dit waar? Vindt u dat we daar iets aan zouden moeten veranderen? Ik denk dat de mate waarin jongeren geïnteresseerd zijn of kunnen worden in de politiek eigenlijk nooit fundamenteel verandert.
is. Daarmee bedoel ik, er is altijd een groep jongeren geweest die weinig interesse heeft in politiek en helaas misschien ook in de rest van hun leven. Dan is er een groep die wel een beetje interesse heeft en een groep die veel interesse heeft. Eigenlijk is het aan ons nu om te zorgen dat die groep die veel interesse heeft, of toch al minstens een beetje, dat die groter zou worden. En ik denk dat op school daar heel wat kan rond gedaan worden. Niet alleen door les te geven over wat democratie is, hè, in de theorie, maar ook door het hen te laten ervaren op school. Dat kan via lokale scholierenparlementen, dat kan via klassenraden of schoolraden of dergelijke meer. Daar kruipt wel wat tijd in, ik weet dat. Niet alleen van leerlingen, maar ook van leerkrachten. Maar dat loont wel, omdat de beste manier om mensen te leren waarom het nuttig is om inspraak en participatie te vergroten, is om het hen te laten doen. En dus ik denk dat daar wel heel veel mogelijk is. Er gebeurt trouwens al veel, hè. Maar je moet dus niet altijd zo'n heel grootschalige, speciale dingen gaan uitvinden. Wat jullie doen met KRAS als scholierenparlement en wat ook op andere plekken op kleinere schaal gebeurt, dat is het echte veldwerk. De politiek is altijd geïnteresseerd in mensen, omdat de politiek altijd geïnteresseerd is in kiezers. Zo gaat het nu eenmaal. Als politicus word je verkozen omdat je een behoorlijk aantal stemmen hebt, anders lukt het niet. En dus als die mensen, die kiezers, in dit geval die jongeren, het slim genoeg aan boord leggen om de aandacht van politici te vatten, en ik zeg het nog eens, met goede argumenten, met goede voorstellen, of soms, het kan ook door een protestactie lokaal te zijn over een bepaalde plek in een gemeente die niet goed wordt ingericht, die onveilig is of waar jongeren niet voldoende kunnen spelen. Of maakt niet uit wat. Dan zullen politici daar altijd naar luisteren. Jongeren zijn niet altijd voldoende gewapend met argumenten of kennen de weg niet naar het gemeentehuis, letterlijk en figuurlijk. Dus soms kan het wel via hen gebeuren, soms kunnen jeugdwerkers een beetje helpen. Soms kunnen ook volwassenen daar wel een positieve rol in spelen. Maar politici zijn per definitie, in tegenstelling tot wat vele mensen denken, geïnteresseerd in mensen, omdat het kiezers zijn. Mag ik een persoonlijke vraag stellen? Hoe bent u in aanraking gekomen met politiek? En waarom heeft u dat zo gepassioneerd? De roeping om tot de politiek te komen, want het is een beroep en het is een job, maar het is toch ook een beetje een roeping, is heel moeilijk te beschrijven of te vatten. Ik heb gemerkt dat toen ik als 16-jarige in de jeugdbeweging begon, dat ik blijkbaar wel over een aantal capaciteiten beschikte, waardoor ik dingen kon organiseren en waardoor dingen